mijn geboorteplan. Dat hoor je bij 35 plus. Maar dit sloeg echt alles. Wauw. Hallo, goedemorgen. Het is weer maandag. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Cheers. Ah, mijn ogen zitten dicht. En man, wat is het donker nog steeds in de ochtend. Ik wil zo graag dat het al licht is wanneer we naar school moeten. Ik heb mijn citatoets. Zo, het buikje voor vandaag. Ik ga even op de weegschaal staan met mijn schoenen aan, want ik heb geen zin om die helemaal uit te doen daarvoor. Oh my gosh. Oh, maar ik heb schoenen aan, hè. Zo, finally, we've got some light. Hè? De dag is begonnen. In ieder geval, tijd om verder te gaan met mijn zwangerschapsupdate. Ik heb een tas, jongens. Nou, die is groot en leuk. Ik had natuurlijk al een andere tas, maar deze is gewoon zo groot. En dat heb je gewoon nodig, omdat je zoveel spullen straks moet meeschouwen. Mega groot. Super cool. Verder kan ik ook alvast even het wiegje laten zien wat we binnen hebben gekregen. En wat we neer gaan zetten. Maar dat kunnen we nog niet neerzetten. Want onze eigen slaapkamer is natuurlijk nog niet af. En daar komt het wiegje in. Dat is er dus zo één. Die je aan kunt schuiven en naar beneden kunt doen. Maar dat is to be continued. Want daar ga ik dus, wanneer onze slaapkamer af is, nog veel meer over laten zien. Event van Max Factor, dus super leuk. Ik ga eens een keertje wat aan make-up doen, of in ieder geval wat dingen erover horen en zo. Ooit in het verleden heb ik zelfs een keer een visagie opleiding gedaan bij Mieke Petit in Amsterdam, dus ik weet nog wel wat dingetjes, maar ik ben helemaal eruit en ik vind het wel weer echt super leuk om weer eens eventjes een beetje eruit te gaan. Veel mensen zullen misschien denken, Disna, jij zou het toch rustiger aan gaan doen? Ja, maar voor mij is rustig aan doen ook even de deur uit. Want hier binnen gaat alles natuurlijk gewoon door. En in mijn hoofd zit het dan heel erg druk van dit moet nog gebeuren, dat moet nog gebeuren. En juist heel even eruit gegaan en Bart alles thuis laten doen, dat is heerlijk voor mij. Ik heb dus zojuist mijn geboorteplan gemaakt. Toevallig kreeg ik dit boekje ergens bij. Ik weet niet meer waarbij. Wise Online. Nou, super handig, want ik heb gewoon het geboorteplan daar uitgescheurd en ingevuld. Dus ik heb een geboorteplan. Maar kennen jullie dit? Zijn er veel vrouwen die een geboorteplan hebben gemaakt? Zijn er vrouwen die het ook echt konden gebruiken en echt handig vonden? Want ik zelf vind het zo moeilijk om in te vullen. Want het zijn wel handige dingen om bij de hand te hebben als je echt niet meer kan praten of wat dan ook. En het kan natuurlijk gebeuren. Maar verder, je kan wel een plan hebben. Maar ja, you never know hoe het gaat lopen natuurlijk. Ja, dat is ook weer zoiets. Had ik nog nooit van gehoord eigenlijk. Maar het kwam in een paar apps voorbij van maak je geboorteplan. En toen zag ik dit ook. Dus dacht ik, dan maak ik het. Maar ik ben wel heel erg benieuwd of er echt vrouwen zijn die hier echt iets aan hebben gehad. Ja, laat me eens weten. Wat vind jij hiervan? Bartje, die maakt mijn middageten vandaag. Deze vrouw. Om te beginnen weet ze precies wat ze wilt. Ze is zelfverzekerd, ze weet wat bij haar past en wat er goed staat. Ze leidt een druk leven en toch weet ze haar tijd te verdelen tussen haar familie, haar werk en haar vrienden, zonder concessies te maken. Ook wanneer het op haar schoonheid aankomt, maakt ze geen concessies. Ja, dan ineens hoor je bij 35 plus. In welke leeftijdscategorie denk jij dat het zelfvertrouwen van de vrouw het meest goed heeft? Is dat 1, van 16 tot 34 jaar? 2 van 35 tot 34 jaar, 3 van 35 tot 55 of is dat 35 plus? Het is natuurlijk nummer 3, 35 tot 55, ik ben dat nog net.
Ja. Dit staat bij mij dus echt niet. Of komt het omdat ik het gewoon niet kan? Ja, het ligt er aan. Het ligt soms omdat ik het gewoon bij je proberen. Ik zie mezelf hier echt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Heel vaak. Wat een wc. Genade, ik dacht dat ik toch wel in aardig wat luxe hotels was geweest in mijn leven, maar dit sloeg echt alles. Wauw, echt amazing. So, I'm back home en ik ga natuurlijk niet alleen maar high tea eetbaar make-up eten als avondeten. Dus ik heb eventjes wat spinazie spaghetti. Dat had Bart nog gemaakt. Bart en ik hebben elkaar afgewisseld, want ik heb Yola in bed gelegd en hij moest weer naar een meeting toe. En hij had dit al gemaakt. Lekker met wat shredded tomaatjes en pesto en wat rucola. Beetje simpel, maar beter iets dan niets. Trouwens echt super leuke dingen gekregen, meegekregen. Waaronder deze. Daar is mijn naam, mijn initialen zijn daarin gemaakt. Dat is wel leuk om even te laten zien. Tadaa! Snel allemaal. Zo. Zoals jullie misschien wel weten, ben ik gewoon door de zwangerschap echt een stuk witter dan normaal. Dus je kunt je misschien voorstellen dat heel veel make-up bij mij gewoon totaal niet meer klopt. Ik was hier echt heel erg blij mee. Ik ga even eten. Dank jullie wel voor het kijken voor vandaag naar deze vlog. En tot morgen. En niet vergeten, abonneer voor meer! Rock that joint.